Ja, jongens, dit is natuurlijk de plek achterin die Bentley Flying Spur. Rechts achterin, hè, want de chauffeur zit natuurlijk links voor. Als je in Engeland of Japan rijdt, dan is dat precies gespiegeld. Het zit al lekker, maar het kan nog ietsje beter, zou ik bijna denken. En dan beginnen we natuurlijk met de stoel. Even de stoel bijstellen. Maar dan begin ik niet zomaar met een stoel, maar deze. Die moet natuurlijk ook gewoon naar voren. Meer plek voor mijn voetjes. Ik kan dus allemaal vanaf achter hier. En ik heb hier een tablet. Daar ga ik zoveel meer van laten zien wat ik daar allemaal mee kan doen. Heel veel verschillende dingen. Ja, dit zijn natuurlijk zeg maar van die bizarre, luxe dingen. Lekker voetsteuntje komt dan tevoorschijn. Ik kan de leuning ook nog een tikje naar voren. Zodat ik echt, nou ja, ik zou bijna zeggen, ik kan mijn voeten daar zo erop zetten. Maar dat is misschien wel een beetje asociaal om te doen. Druk deze even weg. Ik zet hem weer op normaal stoelen. Regelen passagiersstoel vooruit. Dan kan ik namelijk gaan zorgen dat ik hier nog wat beter zit. Want achter stoelen, want het zijn eigenlijk twee losse stoelen. We hebben hier nog wel een middenzitplekje met, nou ja, kijk, dat is wel grappig. Je ziet hier trouwens de zenderset liggen. Maar goed, dat negeren jullie even. Dit is de ruimte voor de derde passagier op de achterbank. Zeg maar, zoals jij net zo breed bent als mijn hand, dan kan je hier zitten. Eigenlijk nog iets smaller, want dan zit je nog steeds op de gordel. Maar goed, lekker belangrijk. Het gaat om deze plek. 14-voudig verstelbare achterstoelen. Ik kan een beetje onderuit zo. Oh, lekker. Een beetje liggen. Eigenlijk best ver. En volgens mij, als deze dan automatisch gaan. Nee, deze gaat ook nog. Kijk, ik kan gewoon lekker zo'n beetje onderuit. Als je zoveel ruimte in een vliegtuig hebt en die stoel zo, dan ben je eigenlijk al best gelukkig. Hoofdsteun kan natuurlijk ook. Toefje omhoog. En kijk even naar dit kussentje. Dat is toch gewoon. Dat straalt toch gewoon comfort uit. Het is gewoon echt lekker zacht. Kan je lekker zo op liggen. Doe ook een beetje van die vleugeltjes aan. Dat zie je nu niet. Maar dan blijft je hoofd ook liggen. Dus je echt ligt te slapen. Dat je niet helemaal zo aan het kwijlen bent zo voorover. Ik heb hier een knop. Dan gaat de massagefunctie aan. Laat ik zo even op die display verder zien. En dan hier nog een lendensteun. Kan ik wel aanpassen. Ik heb natuurlijk een memory knop. Dus ik kan hoppakee. Sla ik deze op even in de eerste heugenpositie. Maar dat is het natuurlijk nog steeds niet allemaal hierachter in de Bentley Flying Spur. Die achterbank, daar draait het natuurlijk om. Ik heb hier bijvoorbeeld een waanzinnig handige telefoonhouder. Ik kan hier allemaal telefoons in kwijt. Waar dit dan precies voor is, dat weet ik niet. Als ik hard aan trek, dan is het los. Eigen ventilatieroosters, natuurlijk hier twee. Ik kan ook de temperatuur instellen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk voor mensen zoals ik, toch even in de spiegel kan kijken. Verlicht spiegeltje. Of mijn haar wel goed zit. Valt tegen vandaag. Kappers aan dichten. Lampjes. Ja, die gaat zo aan. Touchscreen. Nog een lampje. Wat dit is, weet ik niet. En dan heb ik natuurlijk mijn eigen panoramadak hier. Maar stel ik nou denk, ja, ik vind het licht toch een beetje fel. Kan ik dat natuurlijk afdekken. En wat ook kan. Ik weet niet of dat dan hiermee kan. Ja hoor, hier ook nog. Sunblind, zonneschermen. Kunnen weer open. En weer open. Als je denkt, nou, dat voelt maar een hoop werk. Dan kan ik me iets meer voorstellen. Dat kan namelijk ook in één keer. Blinds. Even kijken, hoe doe ik dat dan? Alles dicht. Openen. Nee, alles sluiten. Hoppakee, dan gaat alles in één keer. Inclusief de achterruit. En voor. Alles in één keer dicht. Dan zit je lekker in het donker. Of alles weer openen. Weer wat meer licht binnenin. Wat deze Bentley Flying Spur niet heeft. Ik heb niks om naar te kijken. Geen schermpjes. Dat is wel eens een optie. Het is wel raar dat het er niet op zit op zo'n auto als dit. Maar goed, het is niet anders. Maar ik heb natuurlijk nog wel dit mooie schermpje om mee te gaan spelen. En dan kan ik hier op de home button drukken. En dan zie je allerlei opties. Maar het wordt leuker. Wacht even. Jongens, ik ga er even goed voor zitten. Als ik op dit eject knopje druk. Komt hij er zo uit? Dit is toch gewoon wel mooi gedaan. Het is ook wel een mooi, een beetje gewicht heeft hij. En hiermee kan ik dus alles gaan bedienen wat ik wil. Bijvoorbeeld de media. Zeg van nou, wat wil ik aanzetten? Nou, ik luister natuurlijk gewoon graag naar mijn eigen naam. Ik zal hem even uitzetten. Kan ik de bron aanpassen? Zeg van, nou, misschien wil ik DAP radio luisteren. Duurt even. Virgin. Oké, dit heb ik niet geluisterd, maar dat maakt niet uit.
FM kan natuurlijk ook. PNR doen we. Hoppakee, geluid uit. Wie wilt even naar mij luisteren? Klimaatcontrole natuurlijk, temperatuur instellen, alles op automatisch. Ik heb hier een soort cum-knop, ik weet niet wat het is. Ionisatie volgens mij is dat altijd. En dan kan ik alles eigenlijk aanpassen. Nou ja, goed, weet je, op zich kennen we dat natuurlijk wel van voor in de auto. De stoelen had ik net natuurlijk laten zien, dat je ze kan verstellen. Maar ik heb ook verwarming, ventilatie en massage. Een massage, dan kan ik natuurlijk ook zeggen, nou, ik wil hem wel wat zachter alsjeblieft. Een type, nou, ik wil liever lendenmassage. Oké. Okay. Die stoelventilatie even uit, die hoor je nog wel blazen. Dan kan dus ook tegelijkertijd stoelverwarming en ventilatie aan. Ja, waarom eigenlijk ook niet? Maar dit is, en voor allebei de kanten natuurlijk, want dit is voor de andere stoel. Maar goed, daar zit nu niemand. Dan gaan we even terug naar die blinds, heb ik laten zien. Kijk, zal ik nog één keer... Alles in één keer. Oh, dit zou zo slecht zijn om met mijn kinderen op pad te zijn. Als ze dit ontdekken. Dan hoor je continu. En dan zeg ik, Alex, nu ophouden. En dan hoor je van achteren. En dat doe ik nog één keer. Zo is die namelijk. Maar ik doe het zelf ook nog één keer. Want ik wil het open. Verlichting, ja, nou daar had ik ze dan weer dicht voor moeten doen natuurlijk. Ik kan natuurlijk accentverlichting aan en uitzetten en verschillende kleuren geven. Dat is nu wat rooier en die zie je dan hier in dit lijstje. Dus dit vind ik dan trouwens wel weer redelijk scharrig. En volgens mij bij Mini kan je dan gewoon echt alle kleuren van de regenboog kiezen. Maar goed, dat maakt niet veel uit. Het kan dus wel. Sfeer, kleur, ik weet niet waar die dan uitkomt. Ik denk hier dan ergens. Een soort strooilicht, maar zie ik nu even niet. Het is niet donker genoeg. En ik kan hier, nou ja, het kleurenpalet trillen, gedempt. Oké. Okay. Kan hier dingen. Algemeen de verlichting op hoe sterk moet die zijn. Sfeerverlichting, accentverlichting wat harder zetten. En dan wordt hij nog wat feller. En hier dan ook weer favorieten voor opgeven. Het zijn ervoor dat je iedere dag... Ja, weet je, er is natuurlijk wel een groot probleem bij mensen. Hè? Dat moet je niet onderschatten. Dat, weet je, jij wil bepaalde kleuren, maar je vrouw wil iets anders. Nou, dat is dus allemaal op te lossen als je een Bentley Flying Spur koopt. Dan kan je dat gewoon onder je favorieten opslaan. Dan hebben we de navigatie. Geen laatste bestemming. Functie nu niet beschikbaar. Ja, dat is waarschijnlijk omdat die Navi nu even uitstaat. Maar ik kan dus vanaf hier de navigatie ook bedienen. Ik sla de Flying Bee even... Oh, nee, ik doe hem nu. Flying Bee. Voorop hebben wij verlicht, kwamen we net ook achter, de vliegende B staan. De Flying B, de vliegende B van Bentley. Maar ja, het is natuurlijk wel echt obnoxious als je daar continu mee rondrijdt. Dus ik kan ook dit doen. En weg is die. En doe ik. En dan komt hij weer tevoorschijn. Eén keer wat mijn zoon Alexander dan zou doen als hij hier achterin zit. Continu, dit. Tot ik zeg, Alex, kappen nou. En dan denk ik, en doe het nog één keer. Ik doe het ook nog één keer, want ik wil hem weer naar buiten hebben. Hard werken. Dan hebben we nog car. Aardige snelheid, 0 kilometer. Hoe lang hebben we gereden? Wat is de datum, tijd, buitentemperatuur? Nou ja, wat dat dan met de auto mee heeft te maken, niet zoveel natuurlijk. Maar heb je in ieder geval maar wel. Dan hebben we nog een pagina met sounds en dan kan je zeggen van nou, ik wil vooral voorin keihard alles of alles achterin juist dat is bekend, toon ook een beetje aanpassen, surround, subwoofer, noem maar wat. Het geluid staat nu uit, dus kan nu niet aanpassen volgens mij. En hartstikke belangrijk, settings, fantastisch welke weergaves en zo je allemaal kan doen. Ik heb hier nog een knop, weet ik niet wat het precies doet. Oh, dan hebben we hier een soort snelknoppen, eigenlijk precies hetzelfde als wat we hier hadden. Wat gemist? Oh, hier. Ook weer een ander schermpje met de klimaatregeling en welke radio aan het luisteren bent. Hartstikke mooi. Wat ik ook erg mooi vind, als je hem dan weer hier erin doet. Zo mooi. Ook gewoon, zal ik hem nog één keer uithalen? Oh, hij is locked. Ja. Dit is echt mooi als hij er zo uitkomt. Tjop. Mooi magnetisch. Weet je, dan ziet ook dat ding, dan geeft hij me echt aan. Echt super mooi gedaan. Mis ik nog iets achter? Ja, we hebben nog een armsteun. Met een mooi vak. Met USB-aansluiting, 12 volt aansluiting. Bekerhouders.
geen koelkastje. Alweer optie 6, allemaal niet mee besteld. Dit leer is trouwens wel geniaal, hè? Dat wit en dat blauw. En dan wil ik nog even iets zeggen over de Nime geluidsinstallatie. 18 speakers, 21 kanalen versterker, 2 bass transducers. Dat is dan weer net iets anders dan een subwoofer, maar dat moet je maar op je favoriete audiosite even teruglezen hoe dat precies zit. 2200 watt vermogen. Er zijn brommers die dat niet hebben. Dus dat is echt gewoon veel. 2200 watt audio-installatie. Dus dan kan ik weer lekker naar mijn favoriete muziek luisteren. Lekker bij jou. Hitchpop. Bedankt voor het kijken. Wij gaan nog even een stukje rijden met de Bentley. Dus als je benieuwd bent hoe de Bentley Flying Spur rijdt. Dus niet alleen maar interesse hebt in hoe het achterin zit. Dan zou ik vooral even op ons kanaal kijken. Want daar staat er dus ook een video die daarover gaat. Dank u.